is hier voor moord. Jij hoort betrokkenheid bij moord. Heel duidelijk. Ja, dat weet ik. Ik praat wel over een moord op een jong meisje. Ik heb er geen flikje mee te maken. Je moet geen loopverhaal ophangen. Ik snap niet wat dat ze mij op aangehouden hebben. Ik ben me van geen kwaad bewust. Hier werd ze vermoord, bijna 40 jaar geleden. Niemand in het Gelderse dorp Warnsveld sprak ooit een kwaad woord over Michelle Mooi. 28 jaar, de vrolijke onschuld zelf. Maar toch was er iemand die het nodig vond haar bruut van het leven te beroven. En niemand in Warnsveld kon het begrijpen. Waarom zij? Een vlotte, zelfstandige vrouw. Ontzettend aardig iemand. Er waren mensen die gingen tanken speciaal voor Michelle, zoals ik en mijn vader. Ze kon met iedereen goed opzitten. En als ze dan een lastige klant was, dan wist ze ook haar mannetje wel te staan, om het zo maar te zeggen. Dat is ze. Precies, dat is ze. Dat is ze. Ja hoor. Dat was ze, helemaal. Ja, ach ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Zij wordt daar gevonden, achter dat tankstation, in een plas bloed. Steekopeningen in de kleding. Er blijkt met messteken om het leven te zijn gebracht. Echt afgeslacht. Dat je denkt van, nou... Vreselijk. Je wilt niet dat een mens zo aan zijn eind komt. Dat is toch een laafhartige moord, in mijn ogen. Direct wordt er een groot politieteam op de zaak gezet. Maar na maanden loopt het onderzoek dood. 17 jaar lang is het stil. Maar dan, vlak voor de zaak dreigt te verjaren, worden er 4 mannen opgepakt. Hebt u Michelle Mooi vermoord? Nee, meneer. Echt niet. Mij hebben 100 mensen tegen me. Zet dan op dat je moord hebt gedaan. De doorbraak in de rafelige zoektocht naar de moordenaar van Michelle wordt bereikt na dagenlang verhoor. Heb je haar gezien, hè? Een bekentenis. Je hebt haar gezien, hè? Hey. Heb je haar gezien? Ja. Ja. Deze zaak is mis. Als je de verhoren bekijkt, dan kan ik me niet voorstellen dat jij denkt dat dit een echte bekentenis is. Deel het verhaal. Deze valse bekentenis is eigenlijk cruciaal in deze zaak. Dit is een gerechtelijke dwaling. Recherche bijstandsteam vraagt uw medewerking bij het oplossen van een dodelijke steekpartij. En het onderzoek dat richt zich in eerste instantie op wat zich in die avonturen hier bij dit tankstation heeft afgespeeld. In het Gelderse Warnsveld. Nu, 17 jaar later, is nog steeds niet duidelijk waarom deze jonge vrouw werd omgebracht. Wie heeft Michelle? Ik heb niks met die moord te maken. Jouw naam wordt wel genoemd. Hier klopt geen vlekken van. En hoe lang nog? Wat ik nog herinner was dat we hadden avond gegeten. En ik hoor beneden iets. Ik hoorde rare geluiden. Ik hoorde echt hele harde stampen. En hoor ik op onze galerij allemaal voetstappen en herrie. En hoor ik in één keer dat er heel hard geschreeuwd was. Geschreeuwd werd van politie, meneer Van Hout, ik weet dat u er bent. Doe open. Dat geschreeuw allemaal. Eerst hoorde ik een geluid van kapotvallend glas. Op de een of andere manier kan ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet tegen dat geluid. Als ik glas kapot hoor gaan, ik krijg altijd weer zo'n flits in mijn hoofd dat ik het zie gebeuren. Op een gegeven moment zie ik mijn vader dat hij iets glimmends om zijn pols heeft. En hij roept dat hij pijn heeft, dat het te strak zit of zo. En ja, er hangen echt meerdere mensen op hem, om hem heen. Het was echt één grote chaos en ze trekken aan hem.
Ik zag echt dat hij echt met kracht werd meegetrokken. En het was, ja... Ja, doodsbang natuurlijk, want er komen vreemde mannen binnen. Neem mijn vader mee en weg zijn ze. Janice heeft maar weinig jeugdherinneringen aan haar vader. Ze was 5 jaar toen hij werd opgepakt voor de moord. Hij verdween in de cel en uit haar leven. Maar zo goed als hij kon, probeerde hij toch een band op te bouwen. Met brieven en zelfgemaakte fotoboeken. Wij wilden graag meneer Van Hout even hebben in de bureaukamer. Oké. Hartstikke goed. En jij en jou? Ja, prima. Hoe is het? Ach, gewoon normaal. Een paar minuten rustig. Slapen? Ja. Ja? We hebben het over jouw aanhouding gehad, hè? Want medeplegen of medeplichtigheid aan een moord. Hou niet automatisch in dat je een moord gepleegd hebt, hè? Nee, ik begrijp het helemaal niet. Ik vind maar een betekenis allemaal aan de leegkende en erger in Nederland. Ja. Ik begrijp allemaal geen reetje, geen moed van. Janice zou opgroeien in een pleeggezin. Jeugdzorg en haar gezin hanteerden allemaal dezelfde regel. Contact met je vader is verboden. Het eerste verhaal wat ik hoorde was dat mijn vader niet zo lief was geweest, of eigenlijk heel gemeen. Dat hij een boef was en dat hij bij de politie moest wonen. Vanaf dat mijn vader dus gearresteerd was en ik in mijn pleegfamilie woonde, ben ik al vrij snel, naarmate ik ouder werd, werd dat steeds meer, gaan vragen, gaan praten van, hé, wat is er gebeurd? Waarom moet mijn vader bij de politie wonen? Wat heeft hij gedaan dat zo gemeen is dat hij daar moet zijn? Als je pleegouder bent, word je ook echt geïnstrueerd door jeugdzorg. Dus als jeugdzorg bepaalt, deze informatie ga je niet met het kind delen, word je ook geacht dat niet te doen. Je praat wel over een moord op een jong meisje. En je gewoon thuis moorden praten, maar... Je gaat dan beter in mooi. Ja, precies. Even kijken, ik heb maar totaal helemaal niets. Niets, totaal niets. Bij begrijpen, bij voorstellen, bij inbeelden, helemaal totaal niks. Vanuit de arrestatie is het beeld gekomen bij jeugdzorg dat mijn vader gevaarlijk was. En dat ik beschermd moest worden. Dus contact met vader-dochter contactherstel en zo, dat was er niet echt. Dus wat wist jij uiteindelijk van wat jouw vader was overkomen? 1%. Heel weinig. Eigenlijk zo goed als niks, ja. Eigenlijk is gewoon mijn hele jeugd verwoest. Naarmate ik ouder werd, werd er misschien 1 of 2 details vrijgegeven. Op een gegeven moment hoorde ik wel, zeg maar, ergens rond dat ik 12 was, ergens een keer. Van, nou, je vader heeft niet alleen gedaan, er waren meerdere mannen en zo. Maar hij zou degene zijn geweest die haar dood heeft gestoken. Dat is mij verteld. En toen ze dat had verteld, was het even stil. En daar keek ik die vrouw recht aan. Was wat van... Dus jij zegt nu dat mijn vader een moordenaar is. Ze bleef even stil. En daarna was het, ja, dat zeg ik inderdaad. Want ik had begrepen vrij snel nadat ik het hoorde... dat ik het eigenlijk aan niemand moest vertellen. Dat ik de dochter was van... Zo'n monster, zo werd dat verteld. Want als ik dat zou vertellen, dan zouden kinderen op school geen vrienden met me willen zijn. Zouden die juffrouws me stom vinden, dat soort dingen. En naarmate ik ouder werd, kwam daar bijvoorbeeld bij van... Als mensen weten dat jij een dochter bent van zo'n persoon, dan kun je een goede baan wel schudden, zeg maar. Dus ja, voor mij was het altijd een soort rookgordijn wat ik op moest werpen. Ik kon mensen nooit vertellen over mijn vader. Nooit. Langzamerhand nam Janice het beeld over van haar vader als meedogenloze moordenaar. De behoefte om hem te ontmoeten was er niet meer. Tot ze hem op zijn sterfbed nog 1 keer trof. Daar zag ze geen monster, maar een gebroken man vol pijn en verdriet. Hij kon haar niet veel meer zeggen, maar drukte Janice via zijn advocaat 1 ding op het hart. Hij had de moord op de pompbediende Michelle niet gepleegd. Mijn vader kon bijna niet meer praten. Dat was best moeilijk. En het enige wat hij nog letterlijk kon zeggen was... het komt goed en ik hou van je. Dat is het enige wat ik heb gehoord.
Meer kon hij niet meer zeggen. Dat is laatst wat ik gehoord heb. En 2 dagen later was hij overleden. Janice's vader laat een paar dingen na. Wat spullen en meubels ten behoeve van zijn talloze schuldeisers. En een kleine kartonnen doos voor Janice. Nou, ik heb die doos opengemaakt en er zaten allemaal krantenknipsels in, documenten over deze zaak. En dan in één keer zie ik zo'n kopje met de naam van de vermoorde vrouw. En toen ben ik gaan lezen. En lezen en lezen. Ik ben eigenlijk nooit meer gestopt met lezen. Nou, toen wist ik ineens een stuk meer. En ik las voor het eerst een paar namen. Eén daarvan is advocaat Paul Acta. Na dat overlijden van Godfried zocht Janice contact met mij. En wilde weten, wat was mijn vader voor een man? 12 jaar geleden, denk het jaar 2009, 2010... ik werd gebeld door een advocaat uit Middelburg. Advocaat van Godfried van Hout. Godfried wilde dat er iets zou gebeuren. Schreef ook vele mensen aan om iets aan zijn zaak te doen. Alleen die advocaat wist niet wat hij ermee aan moest. En toen heeft hij die zaak van Godfried aan mij overgedragen. Het was iemand die echt iedere dag met woede opstond. Hij heeft ook contacten gezocht met journalisten om duidelijk te maken... deze zaak is mis. Hij werd voor een gruwelijke moord veroordeeld tot 8 jaar cel. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Ik ben geen moordenaar, sorry. Ik ga ook geen onschuldige mensen op me iets aandoen, sorry. Zo ben ik niet. Dat eerste contact wat ik met hem had toen in Middelburg, zei hij, het gaat mij maar om één ding. En dat heeft hij ook op zijn sterfbed echt aan mij opgedragen. Echt een opdracht gegeven van Paul. Er is maar één ding wat ik wil en dat is dat mijn dochter weet dat ik geen moordenaar ben. Die zijn mensen kapot gemaakt. Ik heb mijn leven kapot gemaakt, maar ik heb ook een dochter. Die is bijna 11 jaar is. Die ook al 7 jaar in die ellende zit. En waarom? Ik heb al meerdere malen gezegd, waarom? Waarom kunnen die personen mensenlevens zomaar kapot maken? Dit moet aan de waarheid komen. Dit moet aan het daglicht komen. Dankjewel. In 1985 was Janice nog niet eens geboren. Haar vader was een kruimeldief in Warnsveld en omgeving. En in die periode werd Michelle de nieuwe werknemer van Leo en Ingrid Veldhuis. Wij waren eigenaar van het tankstation in Warnsveld. Ik heb haar aangenomen, verteld wat de risico's waren. Als er iets zou gebeuren, je weet maar nooit. Het was een vrij druk tankstation. In die tijd dat Michelle daar was, was het zelfs ontzettend druk tankstation. Iedereen kende Michelle. Gewoon een gezellig iemand, een leuke, vlotte meid die daar altijd zat. Bij ons op het tankstation had je ook wel eens dat ze daar was. En dan kwam er iemand soms wel eens een praatje maken. Het waren wel altijd vaak overwegend mannen die daar een praatje kwamen maken. Wel, dat wel, ja. Maar goed, ja, goed. Waarom? Ja, waarom? Kijk, privé is privé. Ik heb wel eens gehoord dat er soms wel eens contacten waren, maar dat er vanaf de wetruimte of iets dergelijks was. Ik heb ook wel eens gehoord dat er iets bijvoorbeeld in het huwelijk andere kant uitging of niet de andere kant uitging. Ja. Bijvoorbeeld een verhouding met iemand anders had. Oei. Dat heb ik wel eens gehoord. Op de avond van de moord, voor zover ik me herinner, was het een herfstavond. Vrij rustig weer. Niet opvallend slecht of zo. Ik ben naar Michelle gegaan en dat was om 7:30, 8:00. En toen ben ik daar tot 8:30 geweest. En toen heb ik nog gezegd tegen haar, ik zeg, ik blijf gewoon tot 9:00, want dat deed ik vaker. Maar toen zei ze nee, kom dadelijk. Haar man? Haar man. En die,
ja, nou goed, dat is helemaal niet nodig. Dus nou, punt op, ja, heb ik me laten overtuigen. En toen ben ik dus in de auto gestapt en ben ik naar huis toe gereden. Was hij maar gebleven. Was hij maar gebleven. Op die herfstachtige oktoberavond in 1985. Dan had Michelle niet het tankstation zelf afgesloten. Was ze niet in het donker naar haar auto gelopen. En was niet op het laatst haar portier ruw opengerukt. Ik weet dat ik piket had, dat ik een telefoontje van de meldkamer kreeg om naar het Shell-station in Warnsveld te gaan. En daar aangekomen de situatie aantrof waarin het slachtoffer nog op de plaats delict lag. En dat is wel heftig. Ik ben onmiddellijk die kant op gegaan. Warnsveld hier van mijn huis is een kwartier, 20 minuten. Ik was destijds plaatsvervangend hoofd van de technische recherche. Er lag bloed buiten de auto, dus bij het slachtoffer. Een slachtoffer wat buiten de auto lag. In een op dat moment voor ons onnatuurlijke houding. Het leek erop alsof ze uit de auto was gevlucht. Ik dacht dat ze op de buik lag. En men vertelde mij toen dat ze in ieder geval was gestoken. Echt op haar ingestoken. 8 of 9 keer dacht ik, maar dat blijkt dan bij de sectie. Ja, echt afgeslacht. Ja, dat iemand ja, min of meer in blinde woede of iets dergelijks gehandeld zou moeten hebben. Lijkt er echt op dat ze zich met hand en tand verzet heeft, waardoor ze van zich afgetrapt heeft. Zo waren er dus ook sporen van een mes op het stuur. Waardoor je dan ook in je hoofd denkt van, aangevallen. Terwijl ze nog in de auto zat. De rechercheurs van toen praten er liever niet meer over. Want wie aan deze zaak werkte, heeft weinig om trots op te zijn. Vooral voor de jonge teamleider is het een lastige opgave. Hij is nog maar 35. En juist deze breed uitgemeten zaak is zijn eerste klus als hoofd van het rechercheteam. Het was mijn eerste moordonderzoek waar ik leiding aan gaf. Het was voor mij wel direct duidelijk dat dit een ernstig delict was waarvoor een recherchebijstandsteam in het leven moest worden geroepen. Wat ik me herinner is dat er op dat moment ook al een recherchebijstandsteam in de regio werkzaam was. En dat het om die reden misschien toch wel iets lastiger was om voldoende deskundige rechercheurs bij elkaar te krijgen om een team te bemensen. Ja, dan moet je toch ook wel een beroep doen op mensen die misschien iets minder ervaring hebben met opsporing bij ernstige delicten. Vond u het een soepel lopende machine? Nee, zeker niet. Nee. Het team was groot en ze waren met veel. Gretig, maar vooral ook jong en onervaren. Dat was het startpunt van de rafelige zoektocht naar de moordenaar van Michelle. Vandaag gaan we het hebben over de Warnsveldse pommoord. Een onderzoek waarover decennia later nog wordt onderwezen. En als schoolvoorbeeld gebruikt wordt voor hoe een onderzoek volledig kan ontsporen. Een aantal elementen die natuurlijk duidelijk maken over naar ernstig gevonden. Daar worden dus verschillende rechercheurs bij elkaar gezet om aan die zaak te gaan werken. En in dit geval heb je ook nog te maken in de tijd dat er en Rijkspolitie en gemeentepolitie was. Dat waren volledig verschillende politiediensten die eigenlijk niet met elkaar samenwerken. Behalve in dit soort situaties. Dus je hebt mensen van verschillende bloedgroepen. En die geen ervaring hebben om met elkaar te werken aan dit soort zaken. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor goed politieonderzoek. Ja, veel te versnipperd onderzoek. Men vindt een lichaam van een jonge vrouw wat met messteken om het leven is gebracht. En men gaat eigenlijk alle kanten op, maar alle kanten maar een beetje. Ja, schrok, want er zat er niet gebeuren in deze rustige buurt, maar nooit wat bijzonders gebeurd. Dus het was iets van zo van, hoe kan dat nou? Dit is onvoorstelbaar. Dus ze begrepen het niet, begrepen het gewoon niet. Iedereen had het erover in Warnsveld en Zutphen. Van, heb je het gehoord, er is een moord gepleegd op het tankstation waar jij altijd tankt? Ik zei, hè? Mijn tankstation?
Michelle? Nee, dat kan niet. En toen een paar dagen later zag ik dat de rolluiken dicht waren. Ik denk, het is dus echt. Ja. Dat komt zo neer bij je dat je denkt van, je gelooft in eerste instantie niet eigenlijk in feite, want het is je kunt het haast niet bevatten. Dus waar je kwam, bij de slager, bij de bakker, noem het maar op, iedereen had het erover. Dus zo'n heel dorp golft Michelle doorheen. In het begin was er bij de rechercheurs geen enkele twijfel dat ze wel eens zouden kunnen falen. Integendeel, want de omstandigheden waren ideaal. Er was een duidelijk plaatsdelict, er waren veel aanknopingspunten en het misdrijf vond plaats vroeg op de avond aan een drukke weg. Genoeg mensen die iets hadden gehoord of gezien. Je kunt op minuten nauwkeurig kun je vaststellen, dat was het tijdstip van het plegen van het feit. Ja, dan heb ik als politieman toch wel de indruk van dat moet op te lossen zijn. Je moet het hele scenario weer terug kunnen brengen tot die paar minuten. Die moet je kunnen reconstrueren en dan moet je alle betrokkenen op een rijtje kunnen krijgen. In eerste instantie liep dat vlotjes, ja. Het was een PD die aanknopingspunten bood. Ik dacht, dit lossen we op. Ja. Het rechercheteam besluit zijn intrek te nemen in het gemeentehuis van Warnsveld. Dichtbij het plaatsdelict en midden in de gemeenschap. Het lijkt een verstandig besluit. Maar de dorpsbewoners voelen zich nu extra geroepen om te pas en te onpas het team te voorzien van geruchten, roddels en derdehands informatie. Want die moordenaar zal vast uit de nabijgelegen psychiatrische kliniek komen. Men dacht al gauw, oh, dat is er een uit Graffel. Het Graffel was een psychiatrische instelling met nogal verwarde mensen. Nou, kijk, de psychiater zegt, ik heb daar zelf gewerkt. En ik weet dat er mensen lopen met een psychiatrisch probleem die behandeld worden. En ook, ja, die ook wel eens een psychose hebben en waandenkbeelden en daarin ook wel eens handelen. Het team wordt overspoeld met informatie, want het hele dorp denkt mee. Maar of dat nog niet genoeg is, doet de onervaren teamleider er nog een schepje bovenop. Hij wil zeker weten dat hij geen enkele informatie mist. En al een week na de moord vraagt hij zelfs heel Nederland om mee te denken. En dan vraagt nu het Gelders Recherche Bijstandsteam uw medewerking bij het oplossen van een dodelijke steekpartij. Vanaf dat moment wordt het team meer een telefooncentrale dan een rechercheteam. Als ik het goed heb begrepen, is het gebeurd op een donderdagavond. Ja? En die week daarop was het al in opsporing verzocht. 1 week daarop. En vlot hoor. Zo vlot. Zo vlot was het op opsporing verzocht. Vandaag, precies een week geleden, op donderdag 24 oktober dus, rijdt hier om 9:15 s'avonds bij dit tankstation aan de Rijksstraatweg een auto naar binnen. We hopen middels die uitzending toch meer informatie binnen te krijgen. Maar op het moment dat je besluit om daaraan mee te werken, betekent het wel dat er heel veel energie ook die kant op gaat. Er komt natuurlijk zoveel informatie uit zo'n uitzending, dat je, ja, daar moet je achteraan. Het wordt duidelijk dat tussen 9:10 en 9:00 een lifter heeft geprobeerd met een aantal auto's mee te liften. Die man vraagt of hij naar Vorden gaat. Dat is niet zo. Hij steekt dan de straat over en loopt weg in de richting van de Vordenseweg. In dit geval was het toch wel lastig. Je had met heel veel scenario's te maken, dus die moesten allemaal uitgezocht worden. En ik ben ook niet zeker geen tegenstander van het inschakelen van opsporing verzocht, alleen niet in dit stadium. Ik denk dat dit te vroeg is geweest. En men raakt al heel snel in een soort oerwoud van allerlei scenario's en van potentiële verdachten. Zonder daar in die chaos van dat oerwoud orde te scheppen. En ik heb dit team wel eens de indruk gehad dat we overal tegelijk aan het zoeken waren.
En dan gaat het alle kanten op. Ondanks die stortvloed aan tips was er uiteindelijk maar één zekerheid. Bij dit tankstation was een vrouw van 28 bruut vermoord. De dader? Hij kon nu uit talloze werkelijkheden komen. Zou ze problemen hebben gehad met haar echtgenoot? Of was er een minnaar in het spel? Het scenario van een relationele moord. Waarbij natuurlijk in eerste instantie kijkt naar haar partner. Zij was getrouwd, maar bleek wel meerdere affaires te hebben. Bleek wel met veel mannen omgang te hebben, die ook naar het tankstation toe kwamen. Niet te vergeten, het had ook ontdekt kunnen zijn door haar echtgenoot, die gekwetst is en dan wraak neemt, ja. De informatie die we hebben gekregen en hebben kunnen uitrechercheren, gaf geen aanleiding om daar verdere stappen op te ondernemen. Geen enkel bewijs werd gevonden voor een moord in de relationele sfeer. Maar er waren nog wel meer mogelijke verdachten. De lifter bijvoorbeeld. Iemand die daar in de buurt gelift heeft, kan ik me nog herinneren, dat die vrij snel gevonden werd. Dus dat kun je dan ook weer uitrechercheren, dat is dan klaar. Of waren het de vissers die rond het tijdstip van de moord gezien waren bij het tankstation? Alhoewel meer ergens in de buurt van het tankstation. Die hebben ook weten op te sporen. Ze zijn ook verhoord. Misschien zijn ze zelfs al kortstondig aangehouden. Zelf ben ik er wel van overtuigd dat die jongens er niks mee te maken hadden. Ik ken de verhoorende regisseur. En die heb ik gewoon recht op de man afgevraagd. Wat denk je zelf? Hij zei, ik denk het niet. Nou, dan is het voor mij voldoende. En dan had je nog die man met die lange jas. Die mocht ook niet vergeten worden. Ook een duister figuur die was gespot bij het tankstation. Ik weet dat er ooit informatie binnengekomen is over iemand die een lange jas droeg en die zich regelmatig ophield bij dat tankstation. Die wordt in het dossier de jas genoemd. Juist omdat hij ook altijd heel typerend genoeg met een lange jas rondliep en geregeld bij dat tankstation kwam. En ook wel heel nadrukkelijk contact met Michelle zocht. Of was het die man met die bebloede kleren in Almelo, die net uit Warnsveld kwam? Het belangrijkste is dat er een verdachte met naam genoemd wordt en die zou met bebloede kleding gezien zijn op de avond van de moord op weg naar een vriend van hem. Ik weet dat iemand gehoord is destijds en die was aangehouden door de politie in Zutphen. Kwam daar iets uit? Nee, op dat moment niet. Tenminste, niet voor ons onderzoek, laat ik het zo zeggen. Na 3 maanden verstrikt te zijn geraakt in het ene na het andere mogelijke scenario, raakt het team volledig ontmoedigd. De teleurstelling dat Michelle geen gerechtigheid was gegund, is echter na meer dan 35 jaar nog steeds pijnlijk voelbaar. En ik denk dat zo'n recherche bijstandsteam dan op een gegeven moment, ik zou bijna zeggen, zo afgestompt raakt dat het niet meer met hart en ziel naar in de richting van de betrokkenen gerechercheerd wordt. Jammer. Waarom? Dus nee, maar dan als een zaak niet opgelost wordt, dan blijf je daarmee bezig. We hadden geen idee van wat zich daar had afgespeeld. Wie verantwoordelijk was voor de moord op Michelle. Laat staan welke motieven er aan de grondslag lagen. Nou ja, toen begon voor mij dus de periode van dat ik denk van ja, als ik telkens wanneer ik daar voorbij rijd, denk ik van het is niet opgelost. Het is niet opgelost. De zaak Michelle verdwijnt in de dossierkast. Maar één iemand blijft zich verdiepen in de moord. Niet een agent, maar een oud-medewerker van de benzinepomp, Kobus. Hij is geobsedeerd door de zaak en stalkt de politie met informatie en onnavolgbare scenario's. Het was echt een bijzonder persoon. Sommige cliënten die blijven je beter bij een andere, maar Kobus, weet je, het enkele feit dat hij liep op 2 krukken, praatte heel veel.
En fantaseerde heel veel. Ik denk, als je hem voor het eerst tegenkwam, dan zou je denken, hij leeft op straat. Meneer was volgens zijn verhaal in ieder geval heel actief in de zaak. Hij vond het heel belangrijk dat de zaak werd opgelost. Hij heeft zelf gewerkt bij de benzinepomp, dat is één ding. Maar vooral ook, door de jaren heen meldt hij zich de hele tijd bij de politie met allerlei informatie. Dat hij van alles over de zaak zou weten. Hij zei dat hij ook vaak zelf onderzoek deed. Ja, wat dat precies inhield was natuurlijk een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval, hij was op allerlei manieren ontzettend betrokken bij die zaak. Hij was geobsedeerd door die moordzaak. Hij was er voortdurend mee bezig. Hij praatte erover, belde zelfs de politie erover. Was op de achtergrond bezig met eigen onderzoek. Had allemaal theorieën over hoe het gegaan kon zijn. Ik heb hem wel eens gesproken. Dat hij toch nog weer informatie wilde geven. Alleen die informatie was vaak zo onsamenhangend dat je daar niet meteen iets mee kon. Er kon een maand, misschien wel jaren tussen zitten en dan kwam die weer. De rechercheurs worden wanhopig van Kobus. Talloze namen, plannen en motieven in wisselende samenstellingen passeren de revue. Maar niets van wat hij zegt valt te verifiëren. En na de zoveelste tip is de politie er klaar mee en neemt geen informatie meer op. Hij had enorm problemen, ook met alcohol en dat hij ook een psychiatrisch patiënt was. Dus daar kon je niet echt een verhaal van maken. In de praktijk wordt natuurlijk eigenlijk niet meer naar de dossier omgekeken. En eigenlijk ligt die zaak dan gewoon stil. En daarmee wordt de zaak een cold case. Zeventien jaar na de moord op Michelle gebeurt er iets wat niemand meer had verwacht. Nieuwe anonieme getuigen melden zich bij de criminele inlichtingeneenheid, CIE. Precies op het moment dat de moord bijna verjaart. En eigenlijk als een duveltje uit een doosje ontstaat er dan opeens CIE-informatie. Informatie vanuit de criminele inlichtingeneenheid, de CIE. Dat is een dienst die eigenlijk gedraaid wordt door informanten, runners. Mensen die contacten hebben binnen het criminele circuit of daar zelf deel van uitmaken. Maar wel informatie doorspelen aan de politie. Die timing is daarvan zo toevallig en de informatie is zo precies. Nu is er opeens een argument om dat onderzoek nog te starten, terwijl anders de zaak dus volledig stuk was gegaan. En wat daar precies achter zit is niet wat te achterhalen natuurlijk, maar dat dit wordt gebruikt als reden om de zaak te starten, dat is wel duidelijk. Nou ja, weet je, het is natuurlijk allemaal erg toevallig, die informatie. Het was ook anoniem. Het is ook niet te verifiëren. Dus je kan natuurlijk niet toetsen of het klopt. Waar het oude politieteam ten onder ging aan de vele scenario's, richt het nieuwe onderzoeksteam zich nog maar op één verhaal. Een verhaal dat al eerder was onderzocht, maar tot niets leidde. Ik weet dat iemand gehoord is destijds. Daar kwam niks uit. Het gaat over de man met de bebloede kleren, ene Marty. Meerdere mensen zouden hem hebben gezien, onder het bloed. Ze worden flarden aan informatie gegeven. Maar daaruit kun je eigenlijk wel uit afleiden dat die informatie van mensen heel dicht rondom hem moet zijn gekomen. Hij woonde op dat moment bij mij in de schuur, omdat hij ergens anders uitgezet was of wat. En had hij geen onderkomen. En ik had een schuur achter het huis waar ik crossmotoren repareerde. En daar heb ik hem een bed neergezet en daar sliep hij. Het was een vriend. Als je zei van, Martin, zullen we dit doen? Dan zei hij ja. Zullen we dat doen? Zei hij ook ja. Dus hij ging met elk windje ging die mee. En hij ging ook met mij mee op pad. Naar diverse dingen. Kleine inbraakjes en zo. Dat is wat wij toen deden. Kleine inbraakjes? Ja, ja. Hoe ging dat? Nou ja, zoals een inbreker het doet. Kijken, observeren, toeslaan. Bromfietsen stelen, fietsen, al zulke dingen. Echt het kleine kruimelwerk. Het verhaal is dat Marty ten B op de avond van de moord in Warnsveld was. En dat hij daarna met de trein en zijn kleren onder het bloed naar zijn logeerplek gaat bij zijn goede vriend Jan Keizer in Almelo. Wij zaten in de kamer, mijn vrouw en ik. Martin die kwam thuis
En dus hij kwam door de achterdeur binnen. Hij zei tegen Ellie, hij zegt, ik heb ook kleding in de wasmand gegooid. Ja, zegt Ellie, is goed, ik zal het straks in wassen. En dan vraagt nu het Gelders Recherche Bijstandsteam uw medewerking bij het oplossen van een dodelijke steekpartij in het Gelderse Warnsveld. Het was in opsporing verzocht. Er werd dus over gesproken hoe het gegaan is. En toen wij het programma zagen, dachten wij direct van, hé, raar, 1-1 is 2. Bebloede kleding, hij komt daar via Zutphen, komt hij daar langs. Dus ja. Mijn vrouw zei, ik heb misschien wel bloed van die arme vrouw aan mijn handen gehad. En daar was ze een beetje van overstuur en zo. Nou, en daar heb ik toen over gebeld. Dat was voor mij de druppel. De verhalen over de bebloede kleding uit 1985 worden in 2002 weer nieuw leven ingeblazen. En het onderzoek wordt heropend. En dat breidt zich al snel uit van één naar meerdere verdachten. Allemaal mannen uit een milieu van drank en geweld. Onder hen de vader van Janice. Ik begreep dat mijn vader ook vroeger een aantal keer gezeten had voor vechtpartijen, knokpartijen, belediging van een ambtenaar in functie, allemaal dat soort dingen. Dus het was al niet zo'n liefetje. En het stigma van wat ik had begrepen, wat ook wel een beetje rustte op de afkomst van mijn vader. Ik begreep dat het een kamper was. Een woonwagenbewoner van de oorsprong. Ja, het zijn criminelen, ze kunnen niks, ze kunnen geen school afmaken, noem het allemaal maar op. En dat wordt mij van jongs af aan verteld. Ik kom wel allemaal jong. Ik heb 1 jaar JLDS gehad, man. Ik heb maar 1 geluk gehad. Dan kwam mijn grootmoeder lager school aan op kunnen maken. Ja. Vanaf dat ik nog redelijk jong was, heb ik altijd begrepen dat hij gevaarlijk is. Een moordenaar, dat ik zo ver mogelijk bij die man uit de buurt moest blijven. En eigenlijk mijn hele jeugd, als ik dat vragen ging stellen op een gegeven moment, ja, werd me ook een beetje het zwijgen opgelegd. Janice, niet meer erover hebben. Je vader moet het gedaan hebben. Mijn vader heeft uiteindelijk 6 jaar gevangenisstraf gehad. Maar die gevangenisstraf was niet voor mijn vader. Ik heb alles glashelder uitgelegd gekregen van Paul Acta. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Als jij zeker weet dat hij het niet gedaan heeft, gaan we er alles aan doen. Ik geloof hem. En ik geloof mijn vader. Men kijkt niet naar de objectieve feiten, maar men neemt een valse start. Dan ben je eigenlijk al heel snel in een tunnel bezig. Nee, meneer. Echt niet. Het gaat vanaf begin af aan fout en het blijft fout gaan. Moet je helpen, het verhaal? Zoek het jullie maar uit. Kom maar met bewijs. U zit hier voor moord. Jij wordt betrokkenheid bij moord. En dan moet er bijna niet bij u. Ik vind het echt heel schokkend. Ze denken dat ik erbij betrokken ben. I know where your secrets hide.